Ja, vrienden, wat moet ik nou? Wat moet ik nou? Dat is, met dat Feyenoord, dat is, ja, dat is wat ik me afvraag. Wat moet ik nou met Feyenoord? Ja, want ik word gebeld door alle mensen, gaan mij bellen natuurlijk. En jij met jou, want die weten dat ik een Feyenoord hart heb. Dat is, hey, nou, gefeliciteerd met je Feyenoord. Ja, nou, lekker dan. En wat moet je dan terugzeggen? Ja, dat is het probleem. Als je Feyenoorder bent, wat moet je dan terugzeggen? Ja, leuke appjes krijg ik. Ja, oh, gefeliciteerd met je Feyenoord, lalala. Wat moet je terugzeggen? Daar zit de pijn. Wat moet je nou met dit Feyenoord? Die spelen dan tegen een club uit Jodelaidi. En daar hebben we nog nooit van gehoord. Ergens uit het helemaal het zuiden van Oostenrijk. Wolfsberg hebben we nog. We kennen elke plaats in Europa. Daar hebben we nog nooit van gehoord. En die komen dan naar Rotterdam. Die mogen in onze Kuip spelen, want zo is het wel natuurlijk. Ja, en dan denk je bij jezelf, nou ja, weet je, ik kijk wel even, maar dat wordt wel gewoon een strakke 3-0 voor Feyenoord. Nou, nee hoor. Nou, nee hoor. Maar niet een beetje, nee. Want het is zo erg dit. Dit is zo. Ja, ik word pijnlijk, dat is het woord wat steeds weer terugkomt. Pijnlijk. Ja, want luister nou goed. Iedereen loopt aan de klagen natuurlijk over die scheidsrechter. Ja, die scheidsrechter, die heeft het gedaan. Nee, natuurlijk heeft die scheidsrechter het niet gedaan. Kijk, die eerste, die kan hij rustig geven. Dat is gewoon waarschijnlijk een penalty. Ja, hij kruist hem, hij raakt hem aan met zijn knie of met weet ik veel wat. En boom. En die gozer die valt. Nou, huppatee. Strafschop. Ja, dat hij graag wil vallen. Ja, dat snapt mijn tante. Dat zou ik ook doen. Uit bij Feyenoord. Als je Wolfsberger heet. Ja, gauw gaan liggen. Tuurlijk. Maar daarna heb je. Nou, laten we zeggen dat die scheids 2 strafschoppen cadeau heeft gedaan. Dan nog is het 2-1 voor de Wolfsberger. AC of hoe het ook heten mag. Dat is toch te schandalig voor woorden. Dat die gasten überhaupt doelpunt kunnen maken in de Kuip. Dat ze überhaupt kunnen winnen daar. En want Feyenoord, zo moet je rekenen. Feyenoord maakt maar 1 doelpuntje tegen dit Jodelaïti-elftal. Hoe kan dat nou? Hoe is dat nou mogelijk? En waar zijn dan al die spelers dan? En die Lins is weer niks. En die Dimmers. En die Berghuis, die geeft ook weer niet thuis. Dus wat moeten we daar nou mee? Het is gewoon een heel middelmatig elftal. Dat Feyenoord. En dat is pijnlijk genoeg om dat met mijn Feyenoord hart toe te geven. En het enige wat ik nog kan doen. En daar sluit ik het ook bij af. Dat is iedereen in Rotterdam. En iedereen met een Feyenoord hart. Sterkte toe te wensen.